Wendelen? Ze heet tegenwoordig Sjors. Ja, nou eigenlijk Georgette, maar iedereen zegt Sjors. Martine. Ja. Ik vind het heel leuk. Ja. Maar ook alsof het nooit anders is geweest. Het feit dat het 12 jaar tussen heeft gezeten, dat heb ik echt helemaal niet. Nee, maar dat heb ik dus wel echt. Dat zei ik me helemaal tegen, dat ik weer een kind voel. Ja. Dat is echt zo. Ja, zeker. Ja, het was ja. Ik voel me nooit moeder hoor. Nee, maar dat hoort wel bij Hafkamp een beetje. Ja, precies. Een hond uit een asiel geef je een andere naam. Een kind niet. Leuke manier om je dochter te begroeten. We zijn weliswaar voor iedereen natuurlijk Sjors en Martine. Maar zo werken we niet samen. Samenwerken, dat gaat over ik iedereen. Ik. Zo gezellig. Ja. En ik vond het echt zo gek dat ik na de eerste week van jou een sms'je kreeg. Dat ik het zo fijn vond om samen te werken. Dat is heel leuk. Oma is hier. En je gaat er zo meteen voor het eerst ontmoeten. Hallo. Wend maar een beetje aan me. Het is natuurlijk grappig dat Martine die heeft Sjors niet opgevoed. Want toen zat ze in de gevangenis. En nu krijgt ze ook ineens een kleinkind van bijna 12. En dus is sowieso al niet zo handig met kinderen. En dat is wel grappig, denk ik. Ze doet hartstikke haar best, ook met dat kleinkind. Maar ja, ze weet gewoon niet zo goed hoe je dat doet met kinderen. Maar überhaupt met mensen, volgens mij. Ja, dat gevoel heeft ze zelf niet, maar de anderen hebben dat geloof ik wel. Ja. Wat kan ik doen? Ik probeer nu mensen binnen de organisatie te benaderen. Dat is gecompliceerd. Ik werk daar, weet je dat? Ik heb de perfecte ingang via Bing Mauritius. Ludo's rechterhand en mijn ex een goede vriend. En we zijn natuurlijk samen, en dat is nooit zo geweest, we zijn samen in de strijd tegen Ludo Sander. Ja, dat is leuk dat we als gelijken nu zijn. We moeten niet aan mijn geliefde komen. Sjors is wel voor rechtvaardigheid natuurlijk. Die is heel strijdbaar altijd. Dus wat dat betreft sluit dat prima aan. Het heeft zich niet van het reden. En Sjors is ook niet meer zo onder de indruk van het scherpe randje van de moeder. Dat kent ze nou wel, weet je wel. En dat de dingen ongemakkelijk zijn, ja, is dat er maar niet uit. Ik pak er wel gewoon. En Martine is ook voor rechtvaardigheid. Alleen bij haar zijn die grenzen wat rekbaarder. Alles is perfect geregeld, dankzij jou. Ik heb de tickets geboekt. Morgen zijn we in Meerdijk. Ludo weet niet wat hem overkomt.